Good allemaal. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als... Ja. Ik ben inmiddels 23 en dat betekent dat je op een leeftijd komt, dat je mensen leert kennen die aan je gaan vragen... En hebben jullie al kinderen dan of niet? Zie ik eruit als vader? Maar desalniettemin zijn er veel YouTubers of BN'ers die wel kinderen hebben. En dat is prima. Net alsof het erg is of zo. Ik zie het toch als mijn verplichting om in deze maatschappij en om in deze wereld op de hoogte te zijn van de kinderen van eventuele BN'ers die ik in het wild kan gaan spotten. Kijk, ze rennen! Schieten! Schieten! Oh. Dus vandaag ga ik mezelf de test laten doen. Ja! Yeah. Ik ga gewoon de kinderen van BN'ers raden, dat is waar het op neerkomt. Yep. Daar gaan we. De eerste foto. Nou, dit weet ik. Ik weet het. Oké, we zijn weer back on track. Ik voel weer die Olympische Spelen vibe door mijn bloed stromen. Door mijn aderen stromen. Dit is weer het moment waarop ik mezelf kan bewijzen als goedkope content man. Ja, ja. Dit is een prachtig kind. Dat zeg ik regelmatig tegen Nina. En Nina zegt het regelmatig tegen mij. Zitten we op de bank. Dan zeggen we, oh, die hebben echt een lekker kind gemaakt. Lekker kind is wel een beetje, dat moet ik niet zeggen. Die hebben een knap kind gefabriceerd. Dit is namelijk het kindje van Lil Kleine en Jamie. Oh, oh. 1 point voor Calvin, 0 points voor de universe. Foto 2. What? Dit zijn volwassen mensen. dit zijn geen kinderen, dit zijn volwassen mensen. Ik ga eerlijk met je zijn, hè. Jada, jij hebt een mooie hond. Frank de Boer, zeg ik. Marco Borsato. Lowen. Who the fuck is Lowen? Ik wil trouwens even iets hierbij zeggen, namelijk dit zijn baby's en kinderen die allemaal al op social media zijn geplaatst door de BN'ers. Dus het is niet zo dat straks een bekende Nederlander gaat zeggen: hey, hoezo zet je mijn kind in je filmpje? Want die foto is zelf al geplaatst. Volgens mij is het dan niet meer een probleem. Toch? Tenzij ik nu een soort Hitler-snorretje bij dat kind ga tekenen, dan heb ik hem wel een probleem. Maar dat doe ik niet. Kijk. Heb ik niet gedaan. Dit is gewoon een stuk fruit. Met de Hitlersnor. Maar ik heb geen idee, joh. Dit kind is knap. En heeft zijn eigen tenen vast. Nou ja, en als er één persoon is die altijd zijn eigen tenen vast heeft, dan is dat wel Martijn Krabbe. Daily Blind. What the? Daily Blind man toch, bro. Je weet toch? Ik wist helemaal niet dat hij een kind had. Sam. I know this shit, boy. Dit is de zoon van Xander de Bisonnier. Maar de laatste weet ik niet zeker. Maar het is sowieso Xander de Bisonnier. Nou Robin, even serieus. Hou je... Wendy van Dijk. Ja. Het is toch ook Xander de Bisonnier? Wikipedia. Oké. James en Bobby. James en Bobby zien eruit als twee gelukkige kinderen. En dit zijn overduidelijk de kinderen van... Five lights on, they go out and we are underway. André Hazes. Nee, dat klopt niet. Maar ik ga het wel gewoon zeggen. André Hazes. Chantal Jansen. Fuck! Odin. Hey, ik ben toch niet blind? Ik zie letterlijk, moeder ligt er gewoon naast. Of misschien moet ik de vader even raden. Waarschijnlijk wel. Ja, deze vader is overduidelijk... Donnie. Ik zie het gewoon ineens. Dit is het kind van Donnie. Ik zweer het je. Ik zie het aan zijn hoofd. Boy. En zet ze even naast elkaar. Dit is toch twee druppels water? Zoals ze zeggen, de assie valt niet ver van de boom. Xes Xava. Ja, dat is het kind van Wesley Snijder en Jolante. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I'm just in my house. By myself, playing a game with myself. Ik heb er 4 goed en 3 fout. Kan erger. Ik ga gewoon voor een straight 50-50 scoren. Milena May en Philon Joy. Dit zijn de kinderen van... Ik ga je eerlijk vertellen, ik heb geen idee. Maar als ik dan een gok moet wagen, dan ga ik voor... Ik ga voor die DJ met Doutzen Kroes. De moeder is Doutzen Kroes en de vader is Sunny James of Ryan Marciano. Ik weet niet welke van de twee welke is. Volgens mij weet niemand dat. Volgens mij is dit samen een ding. Ja! Oké! Okay. Oh!
ben gewoon goed in deze tory. Ik ben eerlijk, ik ben gewoon goed in deze tory. Dit was echt een wilde gok. Damien. Dirk Kuyt Foundation. Nou, simpel. De zoon van Dirk Kuyt. Sylvie. Sylvie meis. Sylvie, het spijt me. Ik weet dat we een goede relatie hebben opgebouwd. Ik weet dat we samen romantische momenten hebben gehad. Maar ik leef gewoon in een wereld waarin jij geen andere liefdes hebt dan mij, snap je? De liefde tussen jou en mij kunnen we niet delen met een jongetje. We are forever. Jaks. Ja, dit is, deze is heel makkelijk. Dit is het kind van Peter R. de Vries. Ja. Kjeld Nuis. Who the fuck is Kjeld Nuis? Nou oké, ik weet dat het een sporter is, maar ik, that's all I know. Het spijt me. La Fezzi. Er komt als eerste één iemand bij mij op die hetzelfde kapsel heeft. En dat is Nathan Rutjes. Ik ga gewoon voor Nathan Rutjes, want ik kan niemand anders bedenken. Ja! Hij heeft gewoon zijn zoon hetzelfde kapsel gegeven als zichzelf. Legend. Claire. Joehoe! Ik weet dit, want ik ben fan. Ik ben groot fan van een programma op de televisie. Jazeker. Ik kijk twee dingen op tv. Boer zoekt vrouw en Chateau Meiland. En dit is het dochtertje van Maxime. Maxime, als je dit kijkt, ik wil graag een keer met jou een filmpje opnemen. Laat het even weten in de reactions. Ace. I know this one. En dit is enkel en alleen omdat ik met deze persoon op vakantie ben geweest. Nou, niet helemaal. Maar we kwamen elkaar tegen. Dit is het zoontje van Jonna Fraser. Oh, yeah. Ter ere van dit succes ga ik even een beat maken. Ik heb honger. Ik weet ook niet wat er rondgaat in mijn hoofd. Deze gasten lijken op de fucking Jonas Brothers, man. Alles in hun lichaamstaal. Vooral die standalone guy daar aan die kant. Die ziet eruit als Bo van Air van Dorens. Oeh. Oeh. Ik heb het gewoon goed. En omdat ik zo mijn best doe, ga ik vandaag een Nintendo Switch verloten. Het enige wat je hoeft te doen, is te abonneren op mijn kanaal. En wat ik zei over die Nintendo Switch, dat is niet waar. Maar je mag wel abonneren. Michaela en Jeremiah. Dit zijn de prachtige kinderen van de prachtige vader genaamd Quentin Correa. A.K.A. QC. That's right. Mick en Joep. Easy. Dit zijn de kinderen van Kim Kutter. Ja, Kim Kutter, kom in met de Achterhoek. Ah nee, niet weer toch. Oh, die editor is uit Twente en dat weet ik nog niet. Kim, hij zei het weer. Kelvin, boe en lul. Wat denk je wel niet? Twente is geen Achterhoek. I suck at it. Coco en Charlie. Ja, dit is ook... Mijn redactie is echt... Mijn redactie is oneerlijk. Dit zijn namelijk de kinderen van Dennis Wening. Weet je wel, die dikzak die Expeditie Robinson altijd presenteerde. Totdat de jongere god Kai Gorgels aan de orde kwam. Dat is de vader van deze kinderen. Yep. Ik lijk zo tering onaardig. Maar er zijn allemaal vaders uitgekozen die ik gewoon kan gaan roosten. Omdat ik ze persoonlijk ken. Maar als ik mensen niet persoonlijk ken, dan durf ik ze gewoon niet te roosten. Bonus. Oh shit. Oh my god. Die had ik niet zien aankomen. Een daadwerkelijke bonusronde. Ik weet niet wat de bonusronde inhoudt. Maar ik weet wel dat die cruciaal is. Ben jij al geabonneerd op mijn kanaal? Nee? Nou, doe het even. Volg me even op Instagram, is ook leuk. Ta-ta! De muziekvereniging. Ik wacht. Het heeft met geloof te maken. De kerkdienst. Dat was hem. What? What is this shit? Who is this child? Dit ziet er niet eens uit als een... Dit lijkt op een schilderij, joh. Wat is dit nou? Ik heb al een vermoeden... Wat dit kan zijn. Ik denk dat iemand uit mijn team creatief is geweest. En in een of andere babyhoofd generator een foto van mij en een foto van Nina heeft gestopt. Waar dit kind uit is gekomen. Dat denk ik. Ik hou mijn hart vast voor als ik ooit vader word.